Houden jullie van God? Ja, maar ik weet niet wie hij is. Ik weet niet wie hij is, zeg maar. Ik geloof in God. Alleen, ik vind, zeg maar, hoe andere geloven zijn. Iedereen gelooft het op zijn eigen manier. Daar geloof ik in. Ik geloof wel dat er iemand als God bestaat. Dat klinkt verwarrend. Hoe bedoel je? Er zou maar toch maar één God zijn. Er zou niet duizend God zijn. Nee, maar wacht. Nee, maar dat kan toch niet? Dat kan wel. Daarom bestaan er... Als jij... Waarom bestaan er... Nee, ik heb een vraag voor jou. Ja. Vraag, ja? Als jij hebt drie kinderen... Ja. Kunnen alle drie kinderen van jou houden op hun eigen manier of alleen op jouw manier? Maar... Nee. Kan je die vraag alsjeblieft beantwoorden? Ja. Kan je het alsjeblieft stellen? Oké. Als jij bijvoorbeeld drie kinderen zou hebben, toch? En alle drie kinderen willen houden van jou op hun manier, toch? Maar jij laat hun zien, houden van mij is deze manier. Kunnen ze dan van jou houden? Dat weet ik niet. Nee. Dan is het oppervlakkig, want dan leer jij ze, zeg maar, om zo van jou te houden. Terwijl eigenlijk... Ja, maar waarom bestaan er zo... Snap je? Nee, maar kijk, dat is om verwarring te brengen. Niet vergeten, het is om zijn broeders en zusters niet wakker te maken. Want als je kijkt, ook rondom de wereld, wie is zijn nationaliteit kwijt? Wie is zijn taal kwijt? Wie weet niks bijna van zijn eigen geschiedenis? En het zijn die mensen die altijd voor de gek worden gehouden met filosofieën en met theorieën. Snap je dat? Ja. Snap je? Dus wat moet je dan doen? Hetzelfde als, heb je wel eens ooit een film gezien dat ze een schatkist gingen zoeken? Nee. Ja, toch? Dora is toch ook een soort van iets? Dora gaat ook zoeken naar iets. Dus laten we zeggen, er is één speciale gouden muntje, toch? En er is een doos met munten. En die munt die lijkt erop. Nou, die ene munt is de waarheid. Nou gooi ik al die andere munten daarbij, zodat jij, het is moeilijk voor jou om de waarheid te kunnen vinden, om jou te verwarren. Dat is hetzelfde met al die religies. Dus, maar kijk, bijvoorbeeld de moslims, hun geloven dat Jezus de profeet is. Maar geloven jullie dat ook over de moslims? Jezus is de zoon van God. Ja, maar vinden jullie ook dat moslim niet kan en joden niet kan en zo? Of hebben jullie wel... Wie is Gods volk? Mensen? Is mensen Gods volk? Geef me Matthäus 2 en 6. Laten we kijken. Palestijnen. Palestijnen zijn niet officiële Israëlieten. Nee. Israël bestaat wel. Ik ga je laten zien. Nee, wacht even. Nee, maar luister. Wacht even. Rustig. Chill. Tranquilo. Rustig, chill. Laten we het lezen. Snap je wat ik bedoel? Want alles gaan we bewijzen met wat? Met het woord. Want je weet toch, dat is wat we moeten doen. Dus nu ga ik bewijzen wie is de volk van God, toch? Want we denken iedereen of we denken wat dan ook. Laten we kijken wat God zegt. This is the book of Matthew, chapter 2, verse 6. And thou, Bethlehem, in the land of Judah, that art not the least among the princes of Judah. For out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. God's volk is wie? Israel. Mensen uit Israël. Nee, niet mensen uit Israël. Waar staat Israël? Staat Israël. Nou, de vraag is die je moet stellen. Oké, wie is Israël? Laten we iets lezen. Zullen we lezen wie die mensen van Israël zijn? Oké, geef me dat. In Revelation chapter 2 en verse 9. Laten we kijken. Laten we lezen over die mensen die nu in Israël zijn. Oké, weet jij misschien wie hun zijn? Nee. Wat dan? Hoe ik het heb opgevat als kind waren de Israëlieten, zeg maar... Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar... Ze waren, zeg maar, het beloofde volk. Ja. Maar ze werden heel erg door een ander volk, volgens mij de Kanaïeten of zo, maar ze moesten heel hard werken elke keer. Dus God wilde ze... De Egyptenaren. Ja, de Egyptenaren. Dus God wilde ze, zeg maar, naar een mooi beloofd land brengen. Maar ze hadden onderweg dingen gedaan, bijvoorbeeld afgoderij, gouden kalf en zo. Gingen ze dingen aanbidden, gingen ze niet naar God luisteren. Toen werden ze vervloekt, zeg maar. Maar dat zijn dus die mensen, denk ik, die zeg maar, aan het vechten waren voor hun vrijheid. En die door Gods hulp, zeg maar... Okay. Ik ga je helpen, want ik dacht je zou een beetje... Weet je wat het is? Ik dacht je zou misschien een beetje geschiedenis noemen... wat veel mensen niet weten, bepaalde geschiedenis. Want niet alle geschiedenis krijgen we op school, weet je toch? Net zoals als Black History. Bepaalde geschiedenis over wat donkere mensen, dat krijgen we ook niet op school. Dat is echt wat je moet researchen en zoeken. Laten we lezen over die mensen die in Israël zijn. This is the book of Revelation, chapter 2, verse 9. I know thy works... And tribulation and poverty, but thou art rich. Dus hier zegt hij tegen de echte Israëlieten. Ik weet dat jullie gaan door turbulentie, door ellende. Je weet toch?
en jullie zijn armoedig. Nou, die mensen die in Israël zijn, zijn hun arm? Nu niet. Nu niet. Ja. Wie bezit de banken? Palestijnen zijn arm. Israël is niet arm. Maar, hey, wie bezit de banken? De... Israël, jij hebt een ander beeld. Wie bezit de media? Ja, Amerika. Wie? Heb je ooit gehoord van Illuminati? Tuurlijk. Maar dan hebben we het weer over Modern Babylon. Dat is toch weer... Nee. Je hebt gehoord van Illuminati, toch? Ja. Wat zijn die mensen die aan de wacht zijn? Ik heb zelf gelezen. Dat is dus de Third World Order. Nee, maar wat zijn die mensen? Celebrities. Nee, maar wat zijn hun afkomst? Amerikanen? Wat zijn er? Weet ik niet. Nee, hun zijn Israëliërs. Jewish people. Ja, zoek het op. Zoek het op. Zoek het op. Zoek het op van wie de media is en enzovoort. Zoek het op. Hebben jullie ooit gezien die stukje van Nick Cannon? Waar hij zei over de Jews zijn black. En waar ze opeens zijn record deal wou stoppen. Zoek het op. Zoek het op. Zoek het op. Schrijf Rothschild family van wat is hun afkomst. Schrijf het. Theorie niet moet geloven, maar illuminatie is ook een theorie, want niemand heeft bewijs. Maar je zei over net over theorie dat je dit moet nu geloven en zo. Hun zijn de mensen aan de macht, dus hun gaan jou voorkomen en geven wat ze willen. Er bestaat wel theories. Er bestaan wel theories. Er bestaan wel theories, maar is alle theories waar en feitelijk? Waar? Illuminati zijn, dat bestaat. Er zijn mensen die aan de hogere macht zijn en die hebben het voor het zetten. En ik en jij zijn pionnen die belasting betalen en altijd leiden. Maar staat het in de Bijbel? Laten we lezen over die mensen, oké? This is the book of Revelations, chapter 2, verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them. Wacht even, wat is blasphemy? Blessed for me? Blasphemy, hoe moet ik dat? Blasphemy. Bless? B-L-A-S-T. Nee. B-L-A-S-H-E-M-I. Nee. Blasphemy. Oké, dat is een grote leugen. Het is een leugen. Opletten. And I know the blasphemy of them, which say they are Jews. Dus ik weet de grote leugen voor diegenen die zeggen die ze Joden zijn. Wie noemen ze zich Joden? Israël. Illuminatie? Nee, Zionisten. De mensen die nu in Israël zijn, die zeggen... Nee. Die mensen die nu in Israël zijn, hun claimen dat ze Joden zijn, toch? Zionisten. Nee, maar ik hoor wat je zegt. Nee, luister. Hun zeggen dat ze Joden zijn, yes or no? Ja. Oké. Nee, maar luister dan. Luister, rustig. Nee, maar luister. Ik lees nu de geschrift, ja? Dus de Bijbel gaat, ik zeg, ik wil dat je het wel begrijpt wat de Bijbel zegt, wat Jezus zegt, rode letters, opletten. This is the book of Revelations, chapter 2, verse 9. I know the works and tribulations and poverty, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews. Dat zijn die mensen die nu in Israël zijn, toch? Die zeggen dat ze de Joden zijn, toch? Zodat je kan begrijpen, want hun zijn toch in Israël, hun hebben toch een staat gemaakt. Het is niet Palestina. Nee, opletten. Which say they are Jews and are not. Dus wat Jezus zegt hun, zeg hier, hun zeggen dat ze Joden zijn, maar dat zijn ze niet. But are the synagogue of Satan. Wat zijn hun? The synagogue of Satan. Hun zijn de synagoge van Satan, daarom zie je al het kwaad en alles wat gebeurt rondom de wereld, ja, komt door hun. Komt toch? Het einde gaat komen, maar nu de vraag is dit, zuster. De Bijbel zegt dat hun, en Jezus zegt, hun zijn niet de Joden. Nu moet je afvragen, oké, als de Bijbel zegt dat hun niet zijn de Joden, wie is dan wel de Joden? De oude mensen die daar woonden. Laat me iets vragen. Is, in de Tweede Wereldoorlog, dat zijn echt de Joden. Wacht even. Ik heb een vraag voor jou. Heb je ooit gehoord van Salomon, omdat je ooit bent in de kerk geweest? Salomon, wat is hij van afkomst? Dat weet ik niet. Joods, toch? Ja. Ja, toch? Hij is een Israëliet, dat zijn Joden, toch? Ik weet niet, dat weet ik niet. Ik weet alleen zijn verhaal en zeg maar... Laten we lezen daarover. Laten we lezen. Geef me Songs of Solomon 1 en 5. Sinds 1967 bestaat Israël. Ja, en Palestina. Nee, maar luister, daarvoor was het weer wat anders.
Want net zoals de zuster zei, welk land was het toen ze naar het beloofde land moesten gaan? Je zei het hoe? Canaan. Juist. Canaan. Dus hoe kan het dan zijn in Palestina als het heette Canaan daarvoor? Snap je? Want niet vergeten, niet vergeten. Na tijd, de land heeft andere namen gekregen door degene die het overneemt. Datzelfde als met onze nationaliteit. Snap je? Juist, maar de land was daarvoor van Canaan. Maar laten we nu kijken over Solomon. Solomon is een Jood. Weet je wie Solomon is? De zoon van David. David, weet je wel, met Goliath, met die steen. Je weet toch, ja, hij was super slim. Droom? Ik weet niet of hij... Ik weet niet. Iets zorgt ervoor dat hij dingen aan God kon vragen. Hij kon alles vragen of zo. Hij kon rijkdom vragen. Hij kon iets anders vragen. Ik weet niet meer wat het andere was. Maar hij koos wijsheid. Toen God hem wijsheid. Juist. Maar hij ging later wel een slechte pad op. Want zijn vrouwen gingen zeg maar aan afgoderij doen. En toen werd hij volgens mij wel nog gestraft voor God. Juist. Klopt. Dus laten we lezen over Solomon wat hij zegt hier. Songs of Solomon 1 en 5. Laten we lezen over Solomon. Solomon is een Jood. Laten we zien hoe hij zichzelf beschrijft, hoe hij zichzelf noemt. Ja? En dan kunnen we kijken of dat die mensen in Israël zo zijn. Want of hun zo ook lijken, zeg maar. This is the book of Songs of Solomon, chapter 1, verse 1. The song of songs, which is Solomon's. Yeah? Let him kiss me with... Verse 5, sorry. I am black. Wat zegt Solomon? I am black. Solomon is een Jood. Hij noemt zichzelf wat? I am black, but comely. Als je zoekt het woord comely op, betekent handsome. Wie zegt comely? C-O-M-A-L-I. Comely. Dat betekent handsome, knap. Je kan het zelfs in Nederlandse Bijbel kijken. Gaat dit ook in een andere Bijbel? In alle Bijbel staan het. We hebben het nooit gelezen. Staat in alle vertalingen. Songs of Solomon 1 en vers 5. Dus Songs of Solomon 1 en vers 5. Dus de vraag is nu dit. Als Solomon zegt, ik ben... Wie zegt tegenwoordig, I'm black and beautiful? Wie zegt dat? Artiesten? Ja, toch. I'm black and beautiful, maar... Zijn dat niet wij? Ja, toch. Maar zijn die mensen die in Israël zijn, kunnen hun zeggen, I'm black and beautiful? Nee. Nee, toch? What? En dit zegt Solomon. Solomon zegt, hey, ik ben black, maar ik ben beautiful. Net zoals dit een voorbeeld. Er staat toch daarna, look not upon me because I am black, because the sun had looked upon me. Oké, dus nou de vraag is dit. Wie kan donkerder worden in de zon? Wij? Dus die mensen in Israël, toch? Die Israëliërs, hoe we noemen vandaag, kunnen hun donker worden in de zon? Nee. Nee, toch? Dus ze zouden verbranden, toch? Ja. Dus kijk hier, dus nou raar. Oké, als ze niet de Joden zijn, Solomon zegt, en hij beschrijft zichzelf als donker van kleur te zijn. Nu de vraag is dit. Welke kleur is Jezus? Want hij is een Jood. Hij is een Jood. Dus welke kleur is Jezus? Ik denk dat Jezus... Dan is Jezus black. Kijk, hij komt uit Israël, toch? Ja, hij is Jood. Joh. Ja. Ik denk dat hij gewoon een beetje getint is. Getint als in wat? Gewoon bruin getint. Bruin getint. En jij? Ik denk dat Jezus dan wel black is. Waarom denk je dat? Jullie komen wat harde feiten. We komen met harde feiten? Ik weet niet hoe ik het zeg, maar als je het zo zegt, ja, dan als je het zo zegt wel. Want ik was weer niet... Zullen we het lezen om erachter te komen? Ga naar openbaringen. Openbaring, Revelation 1 en verse 1. Laten we kijken hoe Jezus staat beschreven in de Bijbel. We hebben al gelezen, dus overduidelijk, dat Solomon, hij zegt, ik ben zwart, maar ik ben mooi. Het is overduidelijk. En hij is wat? De overgrootvader van Jezus, zeg maar, voordat Jezus kwam op het aarde. Laten we het lezen. This is the book of Revelation, chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ. Dus hier zegt het, de openbaring van Jezus Christus. Dat is in het Nederlands. Openbaring, wat houdt dat in? Dat weet ik niet. Dat is als je achter iets komt. Ik denk openbaring is dat je achter iets komt wat zeg maar heel lang voor een geheim is geweest. Of een voorbeeld. Zal ik een voorbeeld benoemen? Stel voor politie zou nou komen en zou vragen, hoe heet jij?
Ja, een voorbeeld. Wat is je naam? Ashley. Ashley. En de politie, oké, jij zegt tegen de politie, mijn naam is Ashley. En hij zegt openbaar het. Hoe doe je dat? Hij zegt bewijs het me. Ik laat mijn ID zien. Juist, en wat staat op je ID? Ashley. Wat nog meer? Mijn achternaam. Wat nog meer? Mijn nationaliteit, alles van mezelf. Zelfs een foto, toch? Ja. Om te identificeren dat jij het echt bent, toch? Ja. Oké, dus laten we nu lezen de openbaring van Jezus Christus, hoe hij eruit ziet. Ga nu naar vers 14. Vers 14. His head and his hairs were white like wool. Dus hier zegt hij, Jezus Christus, de haren die hij heeft van zijn hoofd, de haren van zijn baard, dat zijn de haren overal die we kunnen groeien. Hij zegt, de kleur is wit en de textuur is wol. Nou, de vraag is, wie heeft textuur wollig haar op het aarde? Welke soort mens? Wij, zeg maar, African American people hebben afro haar, toch? Dat is zacht. Dit is niet, zeg maar, bijvoorbeeld, dat is niet fluffy en, you know? Dus African American people, African people. Ja, jij. Ja, goed gezegd, snap je? En hij zegt kleur wit. Hetzelfde als we op een dag een opa of oma zouden worden. Onze haar die zwart is, die gaat wit worden, toch? Dus, als we dan al kijken naar dit, een voorbeeld, toch? Een voorbeeld, ja? Laten we deze voorbeeld nemen, sorry. Je gaat zeg maar zeggen, lijkt dit op de beschrijving? Ja, heeft hij wit wollig haar? Nee. Nee, toch? Oké. Oké. Nee, maar laten we nu kijken, want we weten nu de haar. Laten we dieper in detail gaan, oké? In detail. His head and his hairs were white like wool, as white as snow. And his eyes were as a flame of fire. Dus hij zegt, zijn ogen is als een vuurvlam. Gaan we nu naar de profetie in Genesis 49 en vers 12. Want hij zegt, zijn ogen is als een vuurvlam. Heb je ooit iemand gezien met ogen als vuur? Nee. Dus wat zal die symbolisch bedoelen? Dat zijn ogen als vuurrood zijn. Oké, laten we het lezen. Want Jezus zei wat toen we lazen over drinken. We mochten wel een beetje. Drinken. Wat was de eerste wonder? Van Jezus. Hij liet water in wijn vronden. Hij liet wat? Water in wijn vronden. Klopt. Wat denk je dat hij met dat zou doen? Ik weet het niet. Aan mensen geven. Ja toch. Je zou toch zelf ook een beetje van drinken denk ik. Laten we het lezen. Laten we het lezen. This is the book of Genesis chapter 49 verse 12. His eyes shall be red with wine. Zijn ogen zullen rood zijn van de? With wine. Ogen zullen rood zijn van de wijn. Dus laten we teruggaan. Nu begrijpen wat ze bedoelen met als een vlam vuurrood. Net hetzelfde. Heb je wel eens alcohol benuttigd? Ja. Als je veel drinkt op een gegeven moment. Naarmate je drinkt. Wat gebeurt er met die wit om je ogen? Ik weet het niet. Ja, dat heb ik niet gezien. Gehad. Nee, heb je nooit gehad? Nooit gezien? Want iedereen weet. Wanneer je drinkt. Die... Nee. Ik weet niet tot hoever jij drinkt. Maar volgens mij misschien lig jij... Nee, dat klopt. Je ogen worden rood. Maar door meerdere dingen kun je ogen rood worden. Net als je hebt slaap, je bent moe, je bent de hele dag wakker gebleven. Maar hier weten wij, wanneer we alcohol benuttigen, die wit wordt langzaamaan rood. Net als je hebt familieleden. Ja, dat is zo. Wanneer je hebt familieleden ook en je ziet ze gaan drinken en alles en chillen toch. Je weet toch wanneer ze hebben een feest en zo. Dan naarmate hoeveel ze drinken, dan ga je dat zien. Dat wit gaat rood worden, roodig. Ja, opletten. And his feet, like unto fine brass. Dus hier zegt hij nu, Jezus voeten. De vraag nu is dit. Jouw voet, ik kan het een beetje zien. Is hetzelfde kleur als de rest van je lichaam? Nee, is lichter. Dus je voet is... Nee, je voet is een hele andere kleur dan de rest van je lichaam. Ja, mijn voeten zijn wel een stuk lichter, maar meestal is het... Ja, maar is het dezelfde kleur? Ja, maar goed. Is het groen daar? Nee. En daar ben je bruin? Nee, okay, maar is dat wat ik bedoel? Nee, maar is dezelfde kleur toch in principe? Is bruin, toch? Is bruin, toch? En vooral in die tijd hadden ze geen Nike's, hadden ze slippers. Dus je voeten zal sowieso niet, doordat het weinig zon krijgt, weet je, veranderen van kleur of wat, of lichter lijken. Laten we kijken de kleur van zijn voeten nog een keer. And his feet like unto fine brass. Nu zijn voet is net als de kleur brons. Brons. Welke kleur is brons? Goudachtig? Nee. Welke kleur is brons? Zo. Bruinig. Juist. Brons is bruin. Maar nu, nu hebben we een beeld van, hij heeft wollig haar, witte kleur, haar, snap je, wit wollig haar.
Hij is de kleur brons. Maar is hij dat kleur echt of gaat het nog meer in detail? Laten we kijken. And his feet like unto fine brass, as if they burned in a furnace. Hij zegt nu, je pakt die koper, die brons, je verbrandt het. Welke kleur wordt iets als je het verbrandt? Zwart. Zwart. Dus Jezus is wat? Zwart. Zwart, ja. Dus Jezus is een zwarte man, hoe je zou zeggen tegenwoordig. Met wollig haar, afro haar. Maar waarom hebben ze ons dit geleerd of dit verteld? Of waarom zien we dit overal? Net zoals jij zegt, in Brazil is hij heel groot. Maar kan ik je... Maar hij staat niet in de Bijbel. Laat zien, ja. Ik ging naar Palestina 2 jaar geleden. Kan je me 4G even geven? Ja. Ik ging naar Palestina en letterlijk de kerk waar mijn oom, want mijn familie is christelijk orthodox, dus van mijn andere kant. En letterlijk waar de kerk waar ik naartoe ging, heeft gewoon een donkere Jezus. Ja, dat weet ik. Nee. Kijk. Ja, dat ken ik. Kijk hier. Yes. Die Maria is donker. Yes. Mag zien? Yes. Die engelen zijn donker. Cool. Maar die kerk is een soort museum toch achtig, zoiets. Het is ondergrond zo. Nee, het is gewoon een kerk. Ja, maar ik weet het is een kerk, maar die kerken die zie jij niet, daar kom jij niet zomaar. Nee, jawel, het is gewoon een normale kerk in een kleine stadje. Ja, in een kleine stadje, maar dat is waar, dus doen ze daar bidden, doen ze daar bidden? Ja, tuurlijk. En waar is dat? In Ramallah. Dat is waar? In Ramallah is in Palestina. Oké, in Palestina, oké. Maar nu, we hebben de Bijbel gelezen, toch? En we hebben gelezen, Jezus Christus is een donkere man. We hebben gelezen, Solomon is een donkere man. Dus, kan jij zeggen dat jij zou van hun af kunnen komen? Qua hoe hun eruit zien? Ja, maar dan heb ik wel een vraag, zeg maar. Ik denk het wel, maar betekent dat dat zeg maar, iedereen die niet black is, wordt niet, gaat niet naar de hemel of slecht? Of zo? Het gaat niet om kleur. Het gaat om je vader, zeg maar. Het gaat om je vader, naar jouw lineage back, zeg maar. Snap je wat ik bedoel? Het gaat niet om kleur. Net zoals een voorbeeld. We hebben broeders die lichter van kleur zijn, maar hun komen nog steeds van dezelfde natie als negroïden, Latijns-Amerikanen, inheemse Indianen. Snap je wat ik bedoel te zeggen? Ja. Nee, het gaat niet om de textuur van je haar of wat dan ook. Het gaat om waar je terug naartoe gaat. Weet je, je oorsprong. Dus laten we snel eentje lezen dat bewijst dat wij zijn de kinderen van Israël, oké? Okay? Met wie dit is gebeurd. Geef me Deuteronomy 28 en vers 68. Dit is iets wat je sowieso nooit hebt gehoord, ja, in de kerk. Dat weet ik 100% zeker. Want hoe zijn jouw voorouders naar Suriname gebracht? Zijn met boten meegenomen uit Afrika. Ja, toch? Groot gelijk, toch? Laten we dat lezen in de Bijbel. Ja? En hier, je kent zeker Mozes. Ja. Tegen wie sprak Mozes? God. Nee, tegen wie? Volk, Israël, ja. Ja, oké. Okay. Hij was met die 40 geboden, zeg maar, bezig om die 40 geboden in die stenen te krijgen. Maar toen in de tussentijd deden de Israëlieten aan afgoderij en allerlei dingen. Want ze wilden per se iets aanbidden, maar ze konden niet, want Mozes was weg. Dus toen gingen ze iets, een kalf maken. Met hun goud gingen ze verbranden, gingen ze een kalf maken, gingen ze dat aanbidden. Maar dat is iets wat niet mag. Klopt. Dat mag niet, dat stond in die geboden. Klopt, en dat geldt nog steeds voor de dag van vandaag. Net zoals als je een witte Jezus dient, of dient een Jezus geen kleur of wat dan ook. Dan dien je niet echt wat de Bijbel het zegt, wat het opgedragen is. Koperen slang of zo, je mag ook niet naar de koperen slang kijken. Oké, dus laten we nu lezen, ja? Hoe onze voorouders zijn naar Suriname gebracht, naar Curaçao, naar vele delen in de wereld, ja? En dit was Mozes aan het spreken aan wie? This is the book of Deuteronomy chapter 28 verse 68. And the Lord shall bring thee into Egypt again. Dus hier zegt hij, de Heere zal je terugbrengen in Egypte, nog een keer. Maar dit is het boek van Deuteronomium. Heb je er ooit van gehoord? Dat is net na de Exodus, toch? Maar de Exodus zijn de Israëlieten uit Egypte gelopen en zijn nooit meer terug naar Egypte gegaan. Nee, maar laten we nu bekijken wat het woord Egypte betekent. Dat is wat we nu moeten begrijpen, zodat we de context kunnen begrijpen. This is the book of Exodus, chapter 20, verse 2. I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Out of the house of bondage. Wat betekent house of bondage? Huis waar je wordt vastgebonden, toch? Ja, slavernij. Wat waren de Israëlieten in Egypte? Slaven. Ja, toch? Voor hoe lang? 400 jaar? Juist. Dus nu begrijpen we wat Egypte betekent? Slavery.
slavery. Laten we nu slavery zetten, zodat we kunnen begrijpen de context in de Bijbel. And the Lord shall bring thee into slavery again, with ships. Hier zegt het, God zal ons terugbrengen in slavernij, maar deze keer met schepen. Maar wie is dat gebeurd? Black people. Slaven, Dina. Nee. Ja, black people eigenlijk, ja. Maar niet all black people. Ook Hispanics en ja. Indianen en zo. Maar niet in schepen, ze werden niet gebracht. Indiana, voedingsmiddel. Ja. Ja. Dus Christopher Columbus heeft naar Spanje en meerdere delen gebracht en verkocht. Ja. Je hebt zelfs een film van 1492, Conquest of a Paradise. Moet je kijken als je tijd hebt, weet je? Weet toch? Maar het zegt hier, de echte Joden, hier praat Mozes tegen de Israëlieten, toch? Nadat ze in de wildernis nu zijn, hij zegt, als je niet Gods geboden doet, dat is wat we daarvoor eigenlijk heeft hij gezegd, dat je in slavernij deze keer zal gaan met schepen in de toekomst. Dat is echt gebeurd, want het is nu geschiedenis, toch? Ja, en het is wel heel toevallig, want zeg maar, toen de Israëlieten zeg maar, dat braken, toen, ja. Zeg maar, toen ze zeg maar, niet luisterden, ja. toen begon die vervloeking. En toen moesten ze ook heel lang lopen door woestijn en zo, toch? Juist, maar dit is een vervloeking dat hij zegt, ik zal je weer in slavernij brengen, maar deze keer op schepen zal je in slavernij gaan. Dat is sowieso met onze voorouders gebeurd, toch? En dat praat hij tegen de Israëlieten. En de Israëlieten zijn wat? Joden. Dus de echte Joden zouden in slavernij gaan op schepen. Dat is niet met de mensen die in Israël zijn, is gebeurd. Maar hij gaat nog specifieker spreken. Opletten. By the way, whereof I speak unto thee. Dus dezelfde manier hoe Mozes zei tegen hen. Dezelfde manier hoe ik je verteld, zo gaat het gebeuren. Thou shalt see it no more again. Jouw thuisland, wij als een volk toch, als één geheel volk, hebben nooit meer ons thuisland Jeruzalem gezien. Want bijvoorbeeld jullie voorouders naar Suriname, mijne naar Curaçao, die ene naar andere plek. Je weet toch, wij zijn nooit samen terug naar onze moederland gebracht. And there ye shall be sold unto your enemy. Dus hier zegt hij, als je komt nou van die slavenschepen af, je zou verkocht worden aan wie? Your enemies. Dus God laat jou weten, je hebt vijanden. For born men. Als slaafman. And born women. En slavin. And no man shall buy you. En wanneer zegt no man shall buy you, betekent niemand kan je bevrijden. Two Life geprobeerd, Kwaku, Boney, Martin Luther King, Malcolm X. Ik kan de hele list noemen, Nate Turner. Ze hebben allemaal geprobeerd, Nelson Mandela. Maar kijk tot de dag van vandaag. Niemand kan ons bevrijden, alleen Jezus Christus. De Black Messiah. Geen God. Jawel, God toch? Shalom Israel, this is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Maar waarom zijn we... Tuurlijk. Want wie gaat hij sturen? Hij is die aardse vertegenwoordiger. God is dan denk ik de hemelse vertegenwoordiger. Maar hij gaat vanuit de hemel en dan stuurt hij Jezus in zijn aardse vorm, zeg maar, om ons te bevrijden. Jezus is gewoon die aardse vertegenwoordiger. Nee. Hij is niet een aardse vertegenwoordiger. Nee. Hij is de zoon van God en hij heeft kracht. En dat is zijn taak. Net zoals een voorbeeld wat ik je gaf. De pot die jij maakt, ja, die pot kan niet zeggen tegen jou, hey, doe dit, doe dat. Nee, jij hebt het gemaakt en je hebt bepaalde vormen ingestopt naar jouw manier en naar jouw willen. Snap je wat ik bedoel? This is the book of Deuteronomy, chapter 28, verse 32. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people. Dus nu, wanneer je van die slavenschepen afkomt, toch, en je wordt verkocht, toch, zei het, slavin en slavinnen, jouw zonen en dochters, die zouden wat, naar een andere volk overgedragen worden. Maar wie is dat gebeurd? Met Mozes? Afrikanen toch? Nee. Met de Israëlieten. Niet vergeten, hier spreekt Mozes tegen de Israëlieten. Snap je? Dus, want toen je het bordje toch van slaves to sell toch? Of slaves je kan kopen. Stond er Afrikanen te koop? Nee, Israëlieten. Nee, het stond Negro's. Oh. Dus ze weten, er is onderscheid tussen de Afrikaan en de Neger.
Snap je? Niet vergeten, net zoals Somaliërs en zo enzovoorts, die hebben ons verkocht. Kan je zelfs googlen. Nee, maar snap je, dan geef ik dat als bewijs van spreken. Laat je zien, niet iedereen die gekleurd is, betekent, oh, je bent hetzelfde ras. Snap je wat het zeggen? Snap je, dat is duidelijk wat het zegt. Thy sons and thy daughters shall be given unto another people, and thine eyes shall look and fail with longing for them all the day long. Dus onze zonen en dochters, die zouden van ons weggerukt worden en we zouden alleen maar de hele dag kunnen huilen. Heb je ooit gezien 12 years a slave? Heb je gezien hoe die vrouw ze huilde voor haar kinderen, die zoon en die dochter, hoe ze werden afgenomen? Yeah. Kan je dat voorstellen? Die pijn? We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.